wat bandschap, dat is eigenlijk moeilijk te beschrijven. Als ik Tom nu nog tegenkom, dat is precies wat we gisteren elkaar gehoord hebben. En die band die groeit, maar dat was ook niet van we slapen op de kamer en we moeten elkaar aftasten. Dat was direct van het begin van ik slaap links, jij slaapt rechts. En dat was gewoon, dat hoorde gewoon zo. Ik bedoel, dat was gewoon een automatische vriendenklik. We hebben heel veel gelachen en heel veel gebabbeld op de kamer ook. En ja, dat schept gewoon een band die je eigenlijk misschien dingen die je thuis niet zou zeggen bij zou spreken. Omdat je toch uren op een hotelkamer tegen het plafond zit te staren, ja, dat weet je heel veel van elkaar. En ja, dat is wel dat is een speciale band. Laten we zeggen dat ik ogen op mijn rug had. Het is een tik dat Tom had, dat als hij in het wiel zat, had hij altijd een bepaalde ademgewoonte door zijn neus, ook zijn neusnutten. En ik wist gewoon perfect van wanneer dat hij in mijn wiel zat en wanneer dat hij niet in mijn wiel zat. Hij moest ook maar één keer kijken, een bepaalde blik geven voordat ik wist wat ik moest doen voor hem of wat hij verlangde van mij. Ja, dat groeide in. Je kunt ergens op terugvallen, je hebt een vertrouwen in de koers. En dat had hij absoluut in mij ook, maar omgekeerd ook. We reden op kop, we hadden ook altijd 100% vertrouwen dat hij de koers ging winnen. Want met dat ingesteldheid moet hij gaan. Won hij de koers niet, dan was hij ook wel ook direct... de ontgoocheling bij Tom was nooit niet zo groot. Maar je voelde wel het vertrouwen terug van, ja jongens, ik heb de koers verloren, ja sorry daarvoor. Dus dat was gewoon s'avonds als we iets gingen drinken, ofwel een koffie trakteren ofwel een pintje trakteren. Die zat ook altijd aan de tafel, die ging nooit niet apart op zijn kamer zitten. Dus dat was gewoon een volksmens die eigenlijk tussen de knechten zat. Dat begon eigenlijk al vrij vroeg. Hè. Omdat het nieuwsblad Kuurne, dat was nog focus op, we zien wel. Maar dan voelden wij wel in de ploeg van, het begint te minderen. Je voelde wel naarmate dat eigenlijk de klassiekers, Haarlembeke eraan kwam, dat was al zijn koers, ja, dat zijn focus alleen op één ding stond. En ik zat niet in zijn hoofd en je vraagt ook niet achter, maar je voelde wel dat het belangrijk was. Het zijn de eerste. Omdat ik daar ook heel goed in de wedstrijd zat. Dus ik had een onderweg knecht gespeeld voor hem. Zelf reed ik daar voor een vierde plaats. Moment en ik kom daar op de piste opgereden en ja, de euforie dat Tom eigenlijk had daar, ja, de manier waarop dat hij eigenlijk aan het juichen was naar mij ook toe, ja, ik ben helemaal mijn wedstrijd daar op 200 meter van de aankomst volledig verloren. Puur uit emotie, omdat dat allemaal de eerste keer was voor ons ook. Je hebt niet de ervaring van we gaan hier een dubbele creëren. Ja, eigenlijk bij elke wedstrijd waar Tom gewonnen heeft, dat was eigenlijk dezelfde emotie. Als ploeg waren we ook wel een heel grote vriendenploeg geworden op een gegeven moment. En dat is wel leuk dat je dan samen iets kunt creëren. Je hebt dan een superkopman die het afmaakt. Ja, dat is één grote emotie.